vraag. Dutchie Puppy, Modeshow. Je doet het al een aantal jaar. Kun je vertellen hoe de afgelopen jaren zijn verlopen voor jou? Nou, heel erg goed. En dit is echt een soort van kers op de taart. Want we afgelopen jaren hebben het heel erg moeten hebben van een t-shirtlijn die we al op de markt hadden gebracht, maar die we via internet verkochten. En nu hebben we zo'n grote medewerker van 75 stingwinkels door heel Nederland die deze lijn gaan verkopen. Dus dit is echt fantastisch. Daar kunnen we zoveel goeds mee doen. Ik ben in 2006 met Bridget en een aantal anderen naar Roemenië geweest. En daar heb ik gezien hoe de honden gewoon worden behandeld. En dat ze... We kwamen nog niet eens uit het vliegtuig. We gingen met de taxi naar het hotel. We zagen daar, ik heb gewoon denk niet overdreven, wel 25 opengereten honden op de weg zien liggen. Ja, ik vind het goed dat zo'n stichting bestaat. Dat er mensen zijn die achter honden staan. Want dat zie je behoorlijk weinig. En kijk, dieren zijn toch dieren. En ze kunnen zelf niks beslissen voor hunzelf. We hebben 8 ontwerpen, 8 verschillende. Maar in 20 kleuren of in 20 variaties zijn ze te koop. Dus eigenlijk heb je 20 verschillende soorten t-shirts. Ze zijn lekker comfortabel, lang, maar toch hip, strak. Het leuke is ook altijd met de Woof-shirts ook, dat ik op echt wel hippe feesten mensen daarmee zie lopen. Die misschien niets met honden hebben, maar het gewoon een mooi shirt vinden. En dat mag natuurlijk ook. Kijk, het maakt mij niet uit om welke beweegreden jij dat shirt koopt. Als je het maar koopt. Daar gaat het maar eigenlijk om. Afgelopen jaar, alle projecten die je hebt gedaan, was nou echt waar je het meest trots op bent, wat je hebt bereikt met Dutchie Puppy? Nou, ik denk dat we het meest trots zijn op het feit dat in Roemenië hebben we op een gegeven moment in Cernavodă, in een klein dorpje, een mobiele kliniek aangeboden. En er zijn ook heel veel stageplekken van artsen zijn er naartoe gegaan om te gaan steriliseren, castreren, aborteren. En je ziet dat de burgemeester heeft nu in dat dorp ook toegegeven dat de populatie daadwerkelijk naar beneden is gegaan. Dus je ziet dat het zin heeft. Het duurt wel langer, want de goedkope en snelle oplossing is die honden van straat afslachten. Maar ja, wat op straat blijft leven, want alleen in Boedapest zitten 300.000 straathonden, dus dat gaat wel door. Weet je, die stoppen niet met fokken, zeg maar. Dus zo'n mobiele kliniek heeft echt zin. Als je echt iets aan het probleem doet, duurt het wel langer, maar het is wel een daadwerkelijke oplossing. Dus ik ben wel het meest trots als zo'n burgemeester op een gegeven moment inziet dat heeft echt zin gehad. En misschien willen ze het dan wel op meerdere plekken.